Welkom weer bij een nieuwe video van Meterpub. Ik wil jullie graag wat laten zien over een prototype, of tenminste, het is vrijwel de laatste versie, maar bijna productieversie van onze nieuwe rotatie voor onder de light. En hij is ook beschikbaar voor de productiemachines. Maar we focussen nu even op de light. Daar zit de rotatie die daarbij verkrijgbaar is op dit moment, is een rollenrotatie. Dat gaat, in principe is het gewoon een hele fijne rotatiemodule, alleen met ongelijk glazen. Dus glazen die anders zijn dan een rechtermond in glazen of moppen zonder oor, kan die nog wel eens een probleem opleveren. En vandaar dat we besloten hebben om zelf een nieuwe rotatiemodule te ontwikkelen. Die staat hier. Ik zet het even aan de kant. Hierbij zijn we uitgegaan van eigenlijk een draaibankprincipe, hè, met een klauw aan de ene kant en een meedraaiend centrum aan de andere kant. Voordeel hiervan is, want we hebben heel veel vragen gekregen over het graderen van glazen, hoe dit goed te doen is op de andere rotatiemodule. Nou, niet zo goed, helaas. Maar daar moet deze een oplossing voor bieden. We hebben een verstelbaar meedraaiend centrum met een aantal vaste locaties waar je deze op kunt vastzetten. En daarbij een verend meedraaiend centrum, waardoor, zeker als je glazen graveert, het glas goed vastgehouden wordt, maar niet kapot gedrukt. Waardoor je makkelijk kunt wisselen, waarbij deze plaat in dezelfde afstand blijft staan. Wat je nog meer met deze kan, en dat is zeker, ik zal even een glas inklemmen. En ook daar hebben we wat hulpstukken voor bedacht. Maar op de klauw kun je natuurlijk allerlei voorwerpen inklemmen. Maar als je glazen pakt, glazen inklemmen in een metalen klauw, dat is gewoon vragen om kapotte glazen eigenlijk. Dus als we deze inspannen, dit is een plastic konus met schuim bekleed. En dan pakken we even een pas. Deze heb ik bijvoorbeeld al gekregen. En die klemmen we zo in. En het glas kan zo mooi ronddraaien. Als we een ander glas pakken, dan kun je het ook gelijk laten zien. Deze moet. En dan gaat verder. He? Dus ook een fluit kan er zo in. Onder een hoek verstellen, dat is handig om, zeg maar, omdat dit champagneglas, dat heeft natuurlijk. Dat loopt taps toe, maar je wil onder de lens, en zeker als je over een bepaalde afstand graveert, wil je dat die afstand vlak onder de lens ligt en zeg maar overal dezelfde afstand tot de nozzel bereikt wordt. En dat kan door de hele brug onder een hoek te zetten. We hebben ook een gradenverdeling hierop zitten, waardoor je mooiere, strakke graveringen krijgt omdat het oppervlak onder de lens gelijk blijft. Als we deze dan in de machine willen zetten, zet ik hem even aan de kant. Dan halen we de messen uit de machine. Mensen die al een rotatie van Meterpub hebben, een rotatiemodule, die hebben deze bak er ook al bij. Maar die is bij deze. Is hier ook bij te bestellen. Je kunt hem los in de machine zetten, maar het is wel makkelijk om die bak erbij te gebruiken, omdat je dan ook gebruik kunt maken van je hoogteverstelling. In het onderstel van deze rotatiemodule zitten dus twee sleuven, die dus gemakkelijk vastgrijpen op die bak, waardoor je dus, je hebt altijd gewoon een vaste positie, hij zit stevig vast, gaat nergens heen en trilt ook niet, zeg maar, uit zijn positie. Laag genoeg staat. En dan zetten we de nozzel midden boven het glas. Dan gaan we hier wat opgraveren. Net heb ik al opgemeten dat de doorsnede hiervan 6 centimeter ongeveer is. Dus, want we moeten zo meteen de omtrek ingeven in Lightburn. En de omtrek komt dan ongeveer op 18,5 centimeter. Deze rotatie aan te doen. We kunnen ook maar even kijken dat we inderdaad
wat het verdient. Onder de goede hoek staat. Dit klopt wel ongeveer. Focushoogte. We hebben hier in Lightburn hebben we even onze teksten neergezet. We graveren over de ijenas. En dat komt ook omdat het glas ligt zo in de machine, dus we graveren zo op het glas in die richting. Nou moeten we alleen gaan vertellen aan de machine dat er een rotatiemodule in zit. Dat doen we hier met het knopje rechtsbovenin. Daar gaan we vertellen dat de rotatie aanstaat. Die rotatie hebben wij ingesteld op 6400 stappen per rotatie. En de diameter van het object is in deze 60 mm. Als we dan dit bestand, en ik heb hier verteld dat we met een lijninterval van 0,1 mm graveren op een snelheid van 300 en een maximaal vermogen van 25%. Met glas is het altijd even proberen, springt hij kapot of niet. Als hij kapot springt, dat klinkt heel cru, maar dan heb je gewoon net te veel vermogen gebruikt of te weinig snelheid. Dan sturen we deze naar de machine toe. Ja. Kies het bestand. En dan zeggen we origin en dan kijken we even. Ja, dan doet hij het. Dan de lucht aanzetten. En omdat dus het geveerde meedraaien centraal zit, kun je dus gemakkelijk wisselen en het volgende glas in doen om serie te produceren. Nou hebben we ook nog een ander hulpstuk erbij gedaan. En dat is om, ik zet even de zet af wat lager. Want we hebben veel de vraag gekregen van, hè, kan ik ook een mok graveren? En een mok is altijd voorzien van een oor, mensen de meeste. Dus we halen het puntcentrum eraf en we hebben een concaaf centrum met stapjes hebben we erbij gemaakt. Dit is nog een prototype. Die drukken we erop. En als we dan hier een mok pakken met een oor. Het zit nu vast. En als je ziet, is er nu voldoende ruimte aan de onderkant zodat de mok rond kan draaien. Ja, als ik de mok nu, als ik hem nu beweeg, dan zie je dat die daar vrij onder kan bewegen. En dan kun je dus zo een mok graveren op de kant tegenover het oor. Ik hoop dat ik jullie wat heb duidelijk heb kunnen laten zien, zeg maar, hoe we onvoldoende helemaal qua productiemodel voor de rotatiemodule mee. Heb je vragen of opmerkingen, dan zet ze onderin of stuur ons een e-mail. Kijk ook op onze website www.metrie.nl. Dankjewel.